Afgelopen vrijdag 8 april heeft wethouder Gerry Elfrink het Giro informatiepunt in building 026 aan de Koningsstraat 38 geopend. Tegelijk met dit infopunt werd de expositie geopend van 16 Gelderse kunstenaars die een affiche hebben ontworpen met hun visie op fietsen. Hier gaan we eerst officieel, en dat gebeurt volgens mij met een enorme champagnefles hier en glazen. En het gaat zoals het ook formeel hoort, de wethouder doen. Die draait nu de kurk van de fles, althans dat gaat hij proberen. Het zijn metalen plafonds, dus dat kan allemaal. Het wordt opgenomen door TV Arnhem. Want dit is een prachtig moment met de kunstenaars erbij. Zo hoort het ook, Johan van der Velde is erbij. En Julie Lichtenberg, we gaan officieel dus de Giro Kunst Expo openen. Ik vertel tussendoor, vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Dan kunt u het hier komen bekijken. Dames en heren, groot applaus weer. Meneer Elfrink, vandaag een belangrijk moment. Opening van het informatiepunt voor de Giro en de opening van de tentoonstelling. Wat vindt u ervan? Ja, ik krijg langzaam steeds meer kriebels in mijn buik. Ik ben al meer dan anderhalf jaar bezig met de Giro d'Italia die naar Arnhem toe komt. Toen ik begon moesten we nog voor elkaar krijgen dat hij ook naar Arnhem zou komen. En dat is gelukt, een start en een finish, dat is heel uniek. Nu komt het moment dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren steeds dichterbij. 7 en 8 mei zal Arnhem helemaal in het teken staan van de Giro d'Italia. Maar je ziet nu al dat Arnhem steeds meer roze kleurt. De brug. De Willemstunnel, de Sebi. Inderdaad, de brug overal. De ondernemers doen mee, verzinnen allerlei leuke dingen. Mensen hangen spontaan roze fietsen aan hun gevel. Er gebeurt echt van alles, wordt van alles georganiseerd. Ook de naambordjes, hè? En de naamborden inderdaad, daar heb ik ook alweer heel veel reacties van. Ik wil heel graag zo'n bordje bekomen, hoe kom ik eraan? Nou, die gaan we nog veilen voor het goede doel als alles achter de rug is. En de plek waar je alles te weten kan komen over de Giro d'Italia is het informatiecentrum over de Giro d'Italia in Arnhem, in de Koningsstraat. En daar zijn we nu. Is zojuist geopend door mij en Johan van der Velde, de beroemde coureur. En het is fantastisch hier sowieso. Niet alleen om informatie in te winnen over de Giro d'Italia, wat er allemaal te doen is. Bij u in de straat, bij u in de wijk, in het centrum. Tijdens die twee dagen, maar ook nu al en daarvoor. Maar ook hier fantastisch. Het is net een museum. Oude fietsen, de fietsen van Zoetermelk. Allerlei bijzondere wielerkleding. Foto's uit de historie. Maar ook het allernieuwste op het gebied van racefietsen. Moderne technieken, zadelsturen, versnellingen, noem maar op. Ja, als je van fietsen houdt, dan moet je hier naartoe en hiervan genieten. En als je alles wil weten over de Giro d'Italia straks en het grote feest waar iedereen aan mee kan gaan doen. Eten, drinken, spelletjes, sporten, wat er voor de kinderen te doen is. Dat is allemaal hier op te halen in de Koningsstraat in building 026. U bent vandaag in Arnhem. De Giro komt naar Arnhem. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik heel mooi dat de Giro sowieso in Nederland start. En dat hij in Arnhem komt, Apeldoorn en eigenlijk in het mooie Gelderland. Dus mijn hart heeft de Giro heeft mijn hart gestolen. Dus ik vind het mooi. Hoe vaak heeft u de Giro gereden? Ik heb 6 keer de Giro gereden. Ja. En hoe ging dat? Heel goed, want ik was een klimmer. Dus het was toch een ronde met veel bergen. En ik was een ronde renner. Dus Ik had het altijd wel heel goed naar mijn zin, ja. Giro hier in Arnhem en in Apeldoorn, dat trekt natuurlijk ontzettend veel publiek, hè? Ja, ik weet zeker, ik merk dat het gewoon ontzettend leeft de laatste maanden. En het duurt niet meer zo lang, dus ik denk dat er heel veel mensen op af gaan komen, ja. Heeft u nog een speciale rol in de Giro hier in Nederland dit jaar? Ja, ik ben... Samen met Erik Breuken en Jean-Paul Poppel, wij zijn verkozen tot ambassadeurs van de Giro. Dus wij zijn al die dagen aanwezig. En wat houdt dat ambassadeurschap in? Ja, ik denk de mensen te woord staan. Hè. Mensen die iets erover willen. Wij hebben er alle drie goed gepresteerd. Dus wij kunnen iets over vertellen over het land en over de Giro en wat het allemaal inhoudt. Dus. U bent jarenlang een wielrenner geweest. Hoe kijkt u daarop terug op uw carrière?
Ik had het nooit willen missen. Ik heb een schitterend mooie carrière gehad. Ik heb 98 overwinningen, grote overwinningen, Tour de France, Ronde van Italië, klassiekers. Ik had het nooit willen missen. Een tijd om nooit te vergeten. Een tijd om absoluut nooit te vergeten.